Dat hangt natuurlijk van je huidige contract af. Heb je een lopend contract met een vast tarief van voor november 2021, dan doe je best niets. De prijzen liggen vandaag immers een pak hoger. Heb je een variabel tarief, dan volgt jouw prijs de evoluties op de groothandelsmarkten. Je kunt overwegen om over te stappen naar een ander variabel tarief, aangezien dat nog steeds een besparing kan opleveren. Alleen is het niet zo evident om variabele tarieven correct met elkaar te vergelijken, omdat ze verschillende indexeringsparameters hanteren. Doorgaans is het zo dat webtarieven goedkoper zijn. Dat zijn tarieven waarbij het dossier enkel online wordt beheerd en waarbij je facturen per mail worden verstuurd.